Beste badmintonliefhebber, de wereld om ons heen verandert snel en Badminton Nederland zal mee moeten veranderen. In onze bestuursperiode hebben we aan de hand van vele contacten en gesprekken geconstateerd dat, ondanks onze goede bedoelingen, het draagvlak voor de bondsorganisatie en het aantal leden helaas nog steeds afneemt. Volgens ons tijd om een kerntakendiscussie te starten om daarmee te denken over de toekomst van Badminton Nederland. Waar ligt onze toegevoegde waarde? Wat moeten we blijven doen? Wat moeten we gaan doen? En waarmee moeten we ophouden? Samen met NOC-NSF hebben we gebrainstormd en een mogelijke routekaart voor de toekomst geschetst. Vervolgens zijn we met 8 unieke roadshow-bijeenkomsten het land ingetrokken om vooral te luisteren. Deze ontmoetingen waren heel waardevol en veel verenigingen en voorzitters hebben een grote bijdrage kunnen leveren in de discussie. De kracht van onze sport was goed voelbaar, maar de vraag om verandering was duidelijk. We hebben veel in te halen in de communicatie met de verenigingen, bestuurders, badmintonliefhebbers en vrijwilligers. Daar willen en moeten we mee aan de slag. De uitkomsten van de roadshow hebben we vertaald in een nieuwe visie voor de toekomst van Badminton Nederland. En een plan om dat samen met alle betrokken partijen uit te werken. Badminton Nederland zal een transparante en zichtbare serviceorganisatie worden, waarbij zowel de verenigingen als de individuele leden centraal staan. Onze belangrijkste taken zijn hierbij de ondersteuning van de verenigingen en de promotie van de sport. We willen verenigingen ondersteunen met kennis en netwerk, maar ook verbindingen leggen en inspireren. Badminton Nederland moet weer directer in contact komen te staan met al zijn leden. Bij de promotie zetten we in op de kracht van de sport en het plezier in badminton. We willen een groot publiek bereiken dat zich vervolgens graag aansluit bij Badminton Nederland. Overige kerntaken als top badminton, wedstrijdaanbod en opleidingen moeten efficiënter worden ingericht, waarbij we wel kwaliteit blijven nastreven. Wat centraal moet, zullen we centraal doen, maar wat lokaal beter kan, zal lokaal worden georganiseerd. De organisatie van Badminton Nederland zal daarbij efficiënt, innovatief en zeer klantgericht moeten zijn. Regulering heeft plaatsgemaakt voor inspireren en stimuleren. We willen nu beginnen met het werken aan deze toekomst. Daarvoor zullen we werkgroepen opstarten die zich richten op relatiebeheer, Badminton Nederland als serviceorganisatie, promotie, maar ook op organisatie en besluitvorming. De werkgroepen zullen bestaan uit enthousiaste, ervaren en gemotiveerde deelnemers die samen een concreet implementatieplan zullen opzetten. Badminton is een geweldige sport. Stoer, snel, voor jong en oud en je maakt er vrienden mee voor het leven. Dat willen we laten zien, verder brengen en delen. We willen samen met jullie bouwen aan een gezonde en mooie toekomst voor Badminton Nederland.